12 uur. De hele wereld staat zo stil bij de terroristische aanslagen in Parijs. Uit medeleven voor alle slachtoffers is ook Sky Radio nu 1 minuut stil.
Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Op veel plaatsen in Europa zijn met een minuut stilte de slachtoffers van de aanslagen in Parijs herdacht. Ook in Nederland. Treinen reden niet, in sommige steden stopte het OV. En ook veel radio- en tv-zenders waren een minuut stil. Net als veel kinderen op scholen. In veel gemeenten zijn speciale bijeenkomsten met toespraken van burgemeesters. Ook een delegatie van het kabinet herdacht de slachtoffers. Ministers en staatssecretarissen hielden bij de Franse ambassade in Den Haag een minuut stilte. Ze tekenen daar ook het condoleancenregister. In heel het land hangen de vlaggen op overheidsgebouwen half stok. En ook burgers mogen meevlaggen. Bij een antiterreuractie in het Belgische Molenbeek is de internationaal gezochte Salah Abdeslam gearresteerd. Dat meldt VTM Nieuws. Salah, geboren in Brussel, is de broer van een van de aanslagplegers en zou direct betrokken zijn bij de aanslagen in Parijs. Groningers met aardbevingsschade aan hun huizen hoeven vanaf volgend jaar niet meer zelf te bewijzen dat die is veroorzaakt door de gaswinning. Minister Kamp verandert de wet en zo kan de bewijslast worden omgekeerd. Dat houdt in dat straks de NAM moet aantonen dat schade niet door gaswinning komt. Het weer, er valt af en toe regen en vooral aan zee staat veel wind. De middagtemperatuur komt uit op 13 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.